was. Er is geen geld meer voor schriften, dus we moeten vanaf nu op wc papier schrijven. Dat was toch niet normaal? Nee, het is echt gelijk. Het is echt gek. Wat is dat nou weer voor onzin? Straks moeten we ook nog met modder gaan schrijven. Ja, ik vind het echt heel raar. Waarom zou je dat een kind aandoen? Moeten we op wc papier gaan schrijven? Echt vreselijk. Ik snap niet dat het kan. Jongens, we gaan een dicté doen. Het eerste woord is lezen. Meester, mag ik naar de wc? Ja hoor. Wat is het? Lezen! Dat kan ik toch niet? Ik kan gewoon even kijken. Water is afgesloten. Hoe kan dat nou? En wat is dit? Wat komen jullie doen? De directeur heeft ze verkocht aan de Beletenschool, omdat jullie geen geld meer hebben. Kom binnen. Gaat u hier maar zitten. Hallo, wat is er aan de hand? Jullie hadden mij gebeld. Ja, op onze school is geen genoeg geld. Al het geld is kwijt en we moeten nu op wc-papier gaan schrijven. En dat is niet leuk. Wij zijn naar jullie toe gegaan om te vragen waar ons geld blijft. Ik heb hier de map, ik kan even voor je kijken. Het is al gestort, maar dan op de rekening van de directrice. Hè? De directrice? Is het geld gestort op haar rekening? Dat is wel erg raar. Op school besluiten een paar kinderen op onderzoek uit te gaan. Ik heb net gehoord van Isis dat de directeur al het geld al heeft ontvangen. Laten we naar de kamer gaan. Kijk, Esther, vakantiefoto van het vakantiehuisje. Ja, en een koopcontract. Waarschijnlijk ook voor dat vakantiehuisje. Kijk, er staat een tas met geld. Kom, kijk wat erin zit. Nog meer geld. Wauw, allemaal geld. En misschien is dat voor het vakantiehuisje. Ja, dat zou kunnen. Hé, kom, we gaan een camera verstoppen. Dan kunnen we zien wat ze gaat doen. Verstop hem hierin. Dan doen we hem op een keertje. Zet hij aan? Ja. Lens er vanaf en zo. Kom, we gaan. Dan komt de directrice met voor groep 8 een bijzondere mededeling. Jongens, ik heb zeer slecht nieuws. Ik ga kinderen in Afrika helpen die zeer erge problemen hebben. Dus ik verlaat jullie. Waar het geld gebleven is. Hier is het bewijs. Hallo. Spreek ik met degene van het illegale vakantiehuis? Oké, ik heb het geld van de school gepikt, dus ik kan het vakantiehuis betalen.